Hoi, ik ben fan van Flex. Ik ga jullie uitleggen hoe jullie de eerste workshop van Run the Code moeten houden. Wat jullie nodig hebben zijn tekeningen met eroverheen een raster die verdeeld is in een X- en Y-as. De tekeningen die ga jij aan de hand van coördinaten uitleggen aan de kinderen. Dus bijvoorbeeld kleurvakje X1, Y3 in en kleur deze rood. Het beste is als de kinderen dit in groepjes doen. Zo kan één iemand van het groepje de instructies geven wat de andere drie moeten volgen. Het is wel de bedoeling dat de drie personen die de instructie gaan volgen, dat ze niet de tekeningen zien. Anders kunnen ze vals spelen en zien ze hoe de tekeningen uiteindelijk moeten worden. Het doel van dit gedeelte van de workshop is dat ze al een beetje kennis leren maken met het geven van instructies en volgen van codes. En dat is ook een intro op de grote workshop die daarna zal volgen. Wil jij nou weten hoe het andere onderdeel werkt? Kijk dan de volgende tutorial. Deze is ook te vinden op onze website.